ik heb begrepen dat het architectenbureau is. En dat zij 2 jaar geleden zijn begonnen met een tentoonstellingsruimte ook. Ja, nou laten we gaan kijken. Oké. Iemand erbij gevraagd, Jean-Marc Spaans, en hebben dit geopend zoals op deze manier nu. En dus was niet met voorbedachte raden om een tentoonstellingencyclus te organiseren, maar dat is wel gebeurd. Dus nu sinds 2013. Het is gewoon heel organisch, gewoon. Ja. Want je zoekt dan ook naar kunstenaars, denk ik, of die ken je, of die zit al in je stal. Ja. Ik ken heel veel beeldkunstenaars. Want hoe kom je aan die kunstenaars? Of hoe selecteer je? Ik ben al heel lang als beeldkunstenaar actief. En ik heb ook bij kunstenaarsinitiatief Duwende gezeten. En dat is een heel groot initiatief wat nu opgehouden is te bestaan. Maar daar heb ik heel veel contact mee gedaan. Dus daar kan ik uitputten. Ja, onuitputtelijk. Er zijn heel veel goede kunstenaars in Nederland. Die heel graag een mooie plek willen op. Want het is hier best groot en de connectie met dit architectenbureau, hoe zit dat? Peter Kouwenberg dus, meneer die daar loopt. Ja. Die, gaan we straks ook wat vragen. Ja. Concept Architect is een van de bureaus die hier zit, samen met Spring Architecten en Bad. En die hecht heel veel waarde aan kunst. En cultuur. En deze ruimte leent zich zo ontzettend voor beeldende kunst. Zo'n mooie ruimte. Dat ze bedacht hebben van, nou, ga je grap, doe maar. Als je dat leuk vindt, dan ja. Welkom bij PRK 18. Sinds 2 maanden zijn wij ook een stichting. Stichting Bureau voor Kunst, waaronder PRK 18 valt. Valt ook Marter onder een uitwisselingsproject met Zuid-Korea. En allerlei andere initiatieven die Stichting Bureau voor Kunst wil gaan nemen. Waar komt de fascinatie vandaan om dit te beginnen? Of de drive om kunst te tonen waar je werkt? Ja, uit 2 facetten eigenlijk. 1 is dat we hier een prachtige ruimte hebben. Ja, klopt. Die zeer geschikt is om kunst te tonen. Eigenlijk een soort overmaat heeft buiten de noodzaak voor het kantoor. Ja. En ten tweede is het ook zo dat een stimulerende werkomgeving is meestal niet waar jij jouw eigen werken constant op hangen. Ja. Dat op een gegeven moment weten mensen wel hoe dat eruit ziet. En dit verandert elke, eigenlijk 3 keer per jaar, zitten wij in een heel andere omgeving. En dat werkt heel stimulerend voor onze mensen die hier werken. En het werkt heel stimulerend voor de mensen die hier op bezoek komen, waaronder natuurlijk ook de opdrachtgevers. Want of ze nou van kunst houden of niet van kunst houden, er ontstaat altijd een gesprek over wat er hangt. Omdat het een soort grensoverstijgende waarde heeft. Nou, omdat je er tegenaan loopt. Oké, simpelweg, je wordt er gewoon klaar mee geconfronteerd. Ja. En die confrontatie leidt tot opmerkingen. En vanuit die opmerkingen heb je altijd een gesprek. Ja. En dat is leuk, want dan praat je over andere dingen dan specifiek het project waar je mee bezig bent. Leer je de mensen ook wat kennen. Dus het geeft wat lucht en het geeft wat andere focus. Ja, absoluut. Spraken we even met Marleen. Ik zie een in ieder geval voor deze tentoonstelling een sterke voorliefde of keuze eigenlijk voor structuur, voor perspectief, ruimte. Is dat een rode draad die je terugziet bij PHK? Of worden er ook kunstenaars uitgenodigd die op een hele andere manier zich uiten?
Het hele uitnodigingsbeleid ligt bij Alexandra Roze en Marleen van Wijngaarden, onze curatoren. Ja. Dus daar heb ik niks mee te maken. Oh, dat is heel goed. Jullie hebben gewoon gezegd van luister, dat is jullie ding. Ja. Verras ons. Ja. En laat ons elke 3-4 maanden wat moois zien. Zo is het. Zo is het. En het is geen ambitie om een galerie te zijn. Het is veel meer een ambitie om te delen. In de stad. Het is een galerie, maar een galerie op een nieuwe leest geschoeid. Het is de vraag of de oude galerie, zoals die bestaat, of die helemaal in zijn verschijningsvorm kan blijven bestaan. Ja. Er is natuurlijk heel veel discussie over. Ja. Ik ben ook niet iemand die zal zeggen dat dat geen toekomst heeft. Maar in ieder geval zijn er ook allerlei andere manieren om kunst onder de aandacht te brengen. Ja. En ook om kunst te verkopen. Want het hangt er niet alleen maar om de redenen die ik net heb aangegeven, maar ook voor de beeldend kunstenaar om een ander afzetkanaal te vinden. Dus ook dat is belangrijk. En dit is een ander soort afzetkanaal dan de traditionele galerie. Wij zijn gewoon tijdens kantooruren open en iedereen is welkom hier vrij binnen te lopen en overal rond te kijken en wordt ook gastvrij ontvangen dan. Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt ook. Ja. Oké, dus die drempel is eigenlijk al geslecht? Nee, dat vind ik net iets te ver gaan. Ja. De drempel is er zeker nog, maar de drempel wordt geslecht. Die wordt geslecht. En mondjesmaat neemt het aantal mensen wat tussendoor komt kijken toe. Ja. En, behalve een opening hebben we meestal nog wat andere activiteiten. Ja. En daardoor komt er wel een soort loop in. Ja. Maar het kan dus ook zomaar zijn dat een opdrachtgever van u zegt van luister, wat ik heb gezien is zo leuk. Ik kom nog met wat vrienden, kennissen, kom ik nog eens even terug, want dit wil ik hen ook laten zien. Ja, zeker. Maar ook bijvoorbeeld deze teksten. Ja, precies. Ik werk nu voor een opdrachtgever waar ik zeker ga voorstellen om dat ook op zijn gebouw te plaatsen. Als een soort lichtkrant misschien wel. En, als hij daar gecharmeerd van is, ook omdat hij dat hier ziet. Ja. En de relativiteit van dit soort berichten ziet. Kan dat een hele leuke combinatie zijn. U zei net iets wat we eigenlijk, Tim en ik, hebben nu een 15 plaatsen bezocht in Rotterdam. En u zei iets van de orthodoxe galerie, of de orthodoxe manier van werken. Dat is aan... Ja, erosie onderhevig. Is dat ook iets waar jullie als... Want jullie werken hier met 3 verschillende teams samen. Hè? Er is consortarchitecten, springarchitecten en een interieurbureau. Wat? Met elkaar. Is dat ook iets waar jullie gezamenlijk zoiets hadden van... Maar dat is iets waar we op in moeten springen? Of is dat echt uit persoonlijke fascinatie ontstaan? Nee, want ik heb al eerder gezegd dat ik niet denk dat de traditionele galerie geen bestaansrecht zou hebben. Ja. Ik constateer alleen dat in deze moderne tijd, in deze digitale tijd, in veranderende tijd, de tijd na de crisis, vul ik maar in welke reden, behoefte is of een mogelijkheid is om kunst ook op een andere manier te tonen en ook te verhandelen. Dus het is, ik denk dat nog steeds het merendeel van de kunst gewoon via de traditionele galerie en op beurzen verkocht wordt. Ja. Maar dit is een alternatief. Dit is een hoofdstuk wat erbij komt. En dit is een hoofdstuk wat erbij komt, ja. PHK 18, weer een van die initiatieven die door andere mensen worden genomen die niet direct wat te maken hebben met kunst. Ze hebben de ruimte, mooie ruimte. Ze besteden het eigenlijk... gewoon uit aan 2 curatoren die verzorgen het programma. Met wat ik nu zie, sterk ingestoken, toch wel verwantschap een beetje met de architectuur. Maar, niettemin, een goed initiatief.